Breda Nu. Je weet het meteen. We zijn hier bij de officiële start van de bouw van de Smidsen in Bavel. En we vragen de projectontwikkelaar wat dit project nu zo bijzonder maakt. Omdat we een eigentijdse voorziening maken, zowel qua winkels in de vorm van een goede supermarkt, hè, die ook weer helemaal voldoet aan de eisen van deze tijd, qua oppervlakte, qua laden en lossen. Ook een woonzorgvoorziening voor de mensen uit Bavel en omstreken, ook vanwege de algehele vergrijzing, wat ook Bavel niet zal ontgaan. Toch ook de goede en courante koopwoningen maakt het totaal toch heel compleet. Dus het is een combinatie van winkel, zorgwoningen en koopwoningen, als ik het goed begrepen heb. We zien dat er al een stukje gebouwd is. Wanneer is de verwachting dat het ongeveer klaar zal zijn? Nou, we hebben de bouw inderdaad vorige maand aangevangen. En we proberen toch binnen 12 maanden gereed te zijn, zodat we het kunnen opleveren. Dat is ook mogelijk, omdat we in dit project geen ondergrondse parkeerkelder hebben. Parkeren wordt opgelost in het openbaar gebied. Dat krijgt overigens ook een facelift, hè, zodat ook niet alleen het gebouw er straks mooi uitziet, maar ook de infrastructuur rondom. Wat is de rol van de gemeente? Ja, de rol van de gemeente is natuurlijk het vaststellen van het bestemmingsplan, van wat mag hier en welke kwaliteit moeten ze gaan bouwen. Dus in de omgevingsvergunning bepalen we ook hoe dingen eruit moeten komen te zien. Dit is een unieke plek eigenlijk hier, Hartje in Bavel, om zo'n appartementcomplex hier neer te zetten met een combinatie van winkels. Is dat iets wat de gemeente ook stimuleert, dat dat in kernen gebeurt? We kijken natuurlijk wel welke voorzieningen onze dorpen en wijken nodig hebben om gewoon goed te kunnen blijven bestaan. Nou, we vonden dat deze toevoeging op deze locatie, de combinatie tussen appartementen en de detail onder de winkels, gewoon op een goede plek ingepast kon worden in het dorp.